Een hele goede morgen, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tonja, tweedejaars student voeding en diëtetiek en ik heb het keto-dieet geprobeerd. Als je nu denkt, Tonja, wat is het keto-dieet? Het is een dieet waar je maar heel weinig koolhydraten mag en waar je vetten heel hoog liggen. Voordat we beginnen wil ik zeggen dat deze video alleen voor vermaak en educatie is. Doe nooit zomaar iets wat je op internet ziet en ga altijd naar een geregistreerd diëtist. Ik heb mijn dieet gedaan op 50 gram koolhydraten per dag en ik heb het ongeveer 4-5 dagen gedaan. Ik zag op internet heel veel verschillende informatie over hoeveel gram koolhydraten je per dag mag. En dat het vooral verschilt hoe snel jij bijvoorbeeld in ketose wil komen. Dus dat je lichaam vetten gaat verbranden voor energie in plaats van koolhydraten. Dus ik heb me gewoon aan 50 gram koolhydraten gehouden gedurende deze dagen. En als jullie me kennen en vaak op mijn video's zien, dan weten jullie dat ik heel erg sceptisch was over dit dieet. En dat ik eigenlijk sowieso geen fan ben van ieder groot dieet. Dus laten we maar eens kijken hoe het ging. Ik ben thuis met de boodschappingen. Ik ben thuis met boodschappen en de voorbereidingen voor morgen. Het is nu zondag en morgen gaan we officieel beginnen. Ik ben even aan het opruimen. Ik schaamde me gewoon dood over de hoeveelheid vlees dat ik kocht. Ik vind het echt absurd. Maar ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. We hebben kaas, eiwit, volle Griekse yoghurt, slagroom, noten, macadamia, amandel en paranoten. Avocado, boerenkool en bloemkool, eieren, aardbeien, bloemkoolrijst, slagroom, een paprika, Atkins crackers en dan de vleeswaren. Ik heb runder, slavink, kipfilet, ontbijtspek, bacon, nog meer bacon, hamburgers, kipdijfilet, achterham en biefstuk. Ik heb gelukkig nog wat tofu liggen voor mezelf. Mijn vriend lust dat niet, maar ik weet dat je dat ook wel kan eten op dit dieet. Dus dat is wel fijn. Maar ik ga mijn vriend dat niet aandoen. Dit zijn dus de voorbereidingen voor het dieet die morgen begint. En ik ben sceptisch, maar wel benieuwd. Ja, de boodschappen die je moet doen voor dit dieet, die zijn gewoon ontzettend duur. En je koopt gewoon heel veel vlees in. En we weten allemaal nu wel een beetje met z'n allen dat vlees niet zo heel goed is voor het milieu. Je hoeft echt niet vegetarisch of veganistisch te worden. Maar dit is wel gewoon heel veel. En noten zijn ook gewoon ontzettend duur. En dit dieet bestaat ook gewoon veelal uit bijvoorbeeld inderdaad noten. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld veel tofu te eten. Maar niet iedereen houdt gewoon van de smaak van tofu. En dan moet je ook weer je B12 heel erg in de gaten houden als je bijvoorbeeld dit op een veganistisch dieet doet. Ik heb er wel eens beter uitgezien volgens mij. Ik ben thuis. Het is nu 4 uur dinsdag 10 maart. En ik ben natuurlijk al zondag was ik een beetje begonnen met minder koolhydraten eten. 100, zodat het niet opeens een hele grote stap was. En ik mag nu gelukkig nog lekker smullen van het bacon. En nootjes. Ik heb wat macadamia en paranoten. Sorry hoor jongens, maar dit is geen tussendoortje. Ik voel me goed, wonderbaarlijk, want ik vind de maaltijden gewoon niet lekker. Ik hou gewoon niet van zoveel vettig eten. Ik kan ook niet echt heel veel noten tegen al dat. Dat vind ik gewoon niet lekker. Dat is gewoon, ik krijg gewoon kotsneigingen van. Maar voor de rest voel ik me wel gewoon goed eigenlijk. Volgens mij is dit voor sommige mensen echt een droom. I don't get it. En ik heb een soort stevia gehaald voor in de pannenkoeken en in mijn koffie en zo. En ik zit wel al over het budget heen van deze week. Het is dag 3. Het is woensdag en ik heb buikpijn. Ik ben misselijk na iedere maaltijd. En overal vind ik het eten nog steeds niet lekker. Vanochtend hebben we pannenkoeken gemaakt. En voor een dieet dat verzadigend moet werken, ben ik dus niet per se verzadigd. Ik heb gewoon nog honger. Want ja, naast dat je het dieet moet volgen hoe het hoort, moet je ook in een bepaalde calorie range blijven om natuurlijk af te vallen. En dan krijg je gewoon honger. En dat is met ieder afvalproces. Je moet gewoon minder eten. En dat is wel zwaar genoeg. En dan hier moet je ook nog eens al je maaltijden gaan bijhouden. En je koolhydraten. Ik heb er dus al een paar dagen ook mijn vezels niet gehaald. Vanavond gaan we wel weer lekker broccoli eten. Yay! En we hebben ook nog koolhydraten over voor zilvervliesrijst een beetje.
Woep woep. Ik snap wel waarom mensen misschien minder willen eten op dit dieet. Omdat je gewoon misselijk bent. Ik was gewoon gisteravond voor het trainen misselijk. Als ik denk aan mijn volgende maaltijd word ik misselijk. En dan denk ik, moet ik dat dan eten? En pas als ik echt honger krijg, denk ik, oké, ik ga maar eten. Ja, je denkt niet 's avonds als je nog honger hebt van, poh, ik ga nog even een lekker hamburgertje bakken. Want daar heb je gewoon echt geen zin in. Je bent gewoon misselijk van al het vette eten wat je al hebt gegeten. De gedachte alleen al maakt je gewoon misselijk. En ik kan ook geen avocado meer zien. Niks voor mij en ik kan niet wachten totdat het voorbij is. Ik voel me niet top. Ik voel me misselijk telkens. Want aan de ene kant voel ik me leeg. Mijn maag voelt leeg. Het voelt niet verzadigd. Maar aan de andere kant ben ik misselijk van al het vieze vette eten. Nou, hoe waren de maaltijden? Ik at vaak als ontbijt / lunch een avocado met ei en bacon en kaas en mayo bijvoorbeeld. Ik at ook veel Griekse yoghurt met wat noten en bijvoorbeeld slagroom of een heel klein beetje fruit. En ik deed ook wel eens op de Griekse yoghurt dan wat pindakaas. Ook hadden we een keer pannenkoeken als ontbijt met bacon. En die waren ontzettend droog. Want je maakt het met amandelmeel en amandelmelk. En je hebt eigenlijk niet echt een siroop. Of je moet weer een extra siroop aanschaffen waar geen suiker in zit. Wat weer geld kost. Best wel veel geld. In plaats van de normale stroop. Dus het was gewoon echt een ontzettend droog ontbijt. Mijn tussendoortjes bestonden dan vaak uit noten, bacon of kaas. En in de avond had ik iets met sla, omdat daar dan gewoon weinig koolhydraten in zitten. En dan vlees, allerlei verschillende soorten vlees. En als ik geluk had nog een andere groente. Ik weet dat ik nog één dag wat koolhydraten over had van een heel klein beetje rijst en wat broccoli. En dat maakte me echt ontzettend gelukkig. En dat had ik tofu bij gedaan, want tofu is gewoon, ik vind tofu heel lekker. Dus dat was wel een maaltijd die ik normaal ook eet. Maar je maaltijden bestaan gewoon voor een heel groot deel uit vlees. En dan bijvoorbeeld weer avocado en dan weer mayonaise. Dus op een gegeven moment heb je de eieren met avocado en bacon en mayonaise. En de stukken vlees heb je gewoon wel gezien, eerlijk gezegd. Wat zijn nou de voordelen van zo'n dieet? Om heel eerlijk te zijn heb ik geen voordeel kunnen vinden. Er zijn wel onderzoeken die suggereren dat een ketogeen klimaat een ongunstig groeiklimaat is voor kankercellen, maar hier is nog heel weinig over bekend en heel veel onderzoek moet nog gedaan worden. Dus wordt absoluut niet aangeraden. En er is nog een voordeel en daar is dit dieet ook oorspronkelijk voor gemaakt en wij hebben het met z'n allen weer lekker uit zijn verband getrokken. Als je epilepsie hebt, dan kan dit helpen. Als bijvoorbeeld de medicijnen niet werken of als jij geen medicijnen wil, dan kun je een ketogeen dieet onder begeleiding, onder strenge begeleiding van een arts en een diëtist, om te zorgen dat je even goed je vezels binnenkrijgt en voldoende micronutriënten, dus vitamine en mineralen, dan kun jij baat hebben van dit dieet. Dus dat betekent als jij gewoon een gezond persoon bent, dan heb jij eigenlijk geen voordelen van dit dieet. Wat de internetsites ook beweren. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Wat zijn nou de nadelen van dit dieet? Ja, het is constant puzzelen met je macro's. Want als je die 50 gram koolhydraten hebt en je hebt nog wel calorieën bijvoorbeeld over, dan zit je van, wat mag ik nou eten? Ja, een stuk biefstuk of kaas. En daar heb je dan ook niet echt meer trek in, want je bent al misselijk van alle andere vettige producten die je hebt gegeten. Dat is een ander nadeel. Ik was constant misselijk en ik kon pas eten als ik echt heel erg honger had, omdat ik gewoon niet moest denken aan weer zo'n vette maaltijd. En natuurlijk de nadelen van het vele vlees en de dure boodschappen. Een ander nadeel is dat er gewoon ontzettend weinig vezels in dit dieet zitten. En vezels hebben we gewoon nodig. En het houdt onze darmen gezond. En nog een nadeel is dat je bepaalde vitamine en mineralen gewoon gaat missen. Omdat je geen brood eet, mis je bijvoorbeeld jodium. En jodium is heel belangrijk voor onze schildklier. Dus die moet je dan wel uit bijvoorbeeld vis halen of andere producten. Maar daar moet je ook wel kennis van hebben. En heel veel mensen die dit dieet ingaan, die hebben gewoon niet de juiste kennis om het te volbrengen. Die denken, oh gelukkig, ik mag nu de hele dag bacon eten. En
dan krijg je gewoon tekorten. Je krijgt gewoon te weinig vezels. Je krijgt geen jodium meer binnen. En andere vitamine en mineralen die bijvoorbeeld wel in broccoli, in bessen, in aardbeien, in avocado zitten. Dus dat is gewoon een hele grote valkuil waar veel mensen intrappen als zij dit dieet gaan proberen. Mijn conclusie is dat dit gewoon echt een ontzettend slecht dieet is voor mensen die willen afvallen. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Als jij gezond bent en dus geen epilepsie hebt, is het totaal niet nodig om je zoveel eetregels op te leggen en zo streng ergens in te gaan. Je kan niet meer gezellig, makkelijk uit eten met je familie, met je vrienden. Het paasontbijt, het kerstontbijt, alles wordt veel moeilijker als je dit dieet volgt. En dan hebben we het nog niet eens over de dure boodschappen en de tekorten die je eventueel kan oplopen. Mijn mening is, probeer dit dieet dus nooit zomaar te volgen. Want je weet niet wat voor effecten het op jou zal hebben. Praat altijd met een diëtist als je bijvoorbeeld wil afvallen. En ga nooit zomaar zelf iets thuis proberen. Iets wat je op internet hebt gezien of hebt gelezen. Terwijl je de achtergrond niet kent. En het misschien wel helemaal niet of heel slecht wetenschappelijk onderbouwd is. Mocht je de video leuk of interessant vonden, geef hem zeker even een like. Want dan weet ik wat jullie graag willen zien. Abonneer op mijn kanaal als je meer van mij wilt zien. En ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer terugzie.